Hier volg die nuus op Pretoria FM. In vanaand se nuus, Kanadese toerus beloof om nooit weer terug te keer na Suid-Afrika na roof en wapens met 3D-drukker in Skotland gedruk. Een Canadese toerist en zijn twee kinders het beloof om nooit weer een voet in Zuid-Afrika te sitten, nadat hulle vir 4 uur lang die rovers aangehou is wat hulle as politiebeamtes voorgedoen het. Sean Stevens en zijn kinders Kai en Trinity, as ook sy ma en haar vriend, is die naweek in een Mpumalanga oorval en met een vuurwapen gedwong om geld bij kidsbanken te trekken. Die groep het met een gehuurde motor in Nelspruit se Samora Machel Rylaan gery, toe hulle afgetrek is dier een motor wat met blauw lichte toegerus is. Die groep is na kidsbanke in Kamagugu, Klau Klau en Masoi geneem om geld te trek voordat hulle uiteindelik laat gaan is. Die Suid-Afrikaanse lugdiens het bekend gemaak dat directe vlugte na Perth in Australië vanaf die 28ste April hervat word. Dit volg nadat die SA-se bedrywighede in 2019 tot stilstand gekom het nadat die staatsrederij in saakreding geplaas is en die COVID-19 pandemie ook sy tol geëis het. Daar sal elke week glo 3 uitgaande vlugte vanaf OR Tambo Internationale Lughawe en 3 inkomende vlugte vanaf Perth vertrek. Die lugdienst sê hy sal 'n Airbus A340-300 met 38 besigheidsklas sitplekke en 215 ekonomiese sitplekke vir die bekendstellingsfase gebruik. Die Impala Bafokeng Platinum Myn in Rustenburg in Noordwes het die knie voor stakende werkers gebuig en besluit om die skorsing van 38 mynwerkers terzijde te stel. Die groep was geskors nadat hulle daarvan verdink is dat hulle betrokken was by die koördinering van verlede maand se ondergrondse arbeidsoptrede. Werkers het die naweek aangedui dat hulle nie gaan terugkeer werk toe nie en net 60% van die werksmag het aangemeld toe werksamehede uiteindelik hervat het. 'N woordvoerder van die vakbond NEM, Julie Gadebe, het 'n beroep op werkers gedoen om terug te keer werk toe ten spyte van die voortgesette spanning. 4 wapens wat deur 3D-drukkers vervaardig is, is deur die polisie in Skotland ontdek en aangemeld. Sky News berig dat die gedrukte 4 wapens in 2 gevalle verlede jaar gebruik is. Die nuusdiens berig dat die wapens deur die polisie onderskep is sodat dit forensies ontleed kon word. Polisiekenners waarsku dat het eenvoudig en goedkoop is om die wapens te vervaardig, maar hou steeds diezelfde risiko vir mense as ander 4 wapens in. In 2021 is 3 van hierdie 3D gedrukte wapens in Europa gevind en in 2022 is 17 ontdek. Dit dan vanaand se nuus op Pretoria FM, my naam is James Kemp en ek wens jou 'n lieflike aand verder toe. Glo en leef in Afrikaans.